Nou, even zo. Oh, lees maar. Geen anders onder dat ik. Ja, even iemand zo'n slag kan worden van het gevecht tussen Badr en Rieder. Nou, tussen Rieder en Badr moet ik eigenlijk zeggen. En ik heb een handtekening in mijn boek gekregen. En toen 2 uur 's nachts geworden. En toen gingen ze die afhalen, die dingen. Dus ik zei dan ook, beveiliger, je mag die hebben. Ja, zegt hij. Dus, cool and trace, only fighters, cool moves, go and trace. Nou. Maar nou ja, ik was dus met mijn grote vriend geweest bij Hubert. En Hubert was niet zo'n grote vriend als ik dacht. Want hij wilde geen afspraak met me maken. Wat best wel dom is, want ja, met de dingen die ik weet, had hij dat beter wel kunnen doen. En hij is de eerste burger van die man. Dus ja, hij is het min of meer verplicht. En dan zegt hij, ik moet bij de gemeente zijn. Waar je sowieso niet binnenkomt zonder afspraak. Maar als je het dan probeert met een afspraak en je praat over het geboortetrots of de geheimhoudingscode artikel 7, etcetera, etcetera, doen ze net of ze dom zijn. Maar ik heb er vorige week ook een filmpje over gemaakt, die dikke zeuk wat er zit, die calorieënbom, die wilde mij niet haar naam geven, want dat valt me wel op. Steeds meer mensen die in onze dienst werken, die voor ons moeten werken, die willen hun naam niet geven, wat ze verplicht zijn, dus ze zijn strafbaar. Maar niet uit, ze komen allemaal voor een tribunaal en komen ze niet voor een tribunaal, dan zullen ze gelinched worden door de gemeente, door het volk of zo. Al betwijfel ik dat de komende 14 jaar ook nog, want nou ja, we gisteren weer zag in Den Haag en ja, gaat het eigenlijk 14 jaar duren. Ingo Piepers had gelijk, alleen met het één niet, het is niet de derde wereldoorlog, het is nog steeds de tweede 2.0, blijf ik zeggen. Maar voor de rest heeft hij gelijk, we zitten in een systeemoorlog. En Nederland is een mooi land. Maar het systeem is groot. En als ik zoals vandaag die slaapwandelaars allemaal op het manifestje staan, weet je, en bij Forum en noem maar op, bij die Reinger, die alleen maar voor eigen win en voor zelf beter te worden dit doen, dan denk ik, jullie zeggen wel, jullie zijn wakker, maar jullie zijn slaapwandelaars, jullie lopen achter de eerste beste aan. Gisteren ook weer, ik flip tegenop, ik zeg, ze willen zo 3 dagen blijven. Ik zeg, hoe dom kun je zijn? En dan op zaterdag beginnen. Ik begin op maandag van punt 1. En ik heb het al vaker gezegd. Ga je op zaterdag iets doen? De Haagse, ja, niet mijn vrienden en sommige mensen niet. Maar de meeste mensen uit Den Haag, die flippen van de wappies. Omdat de zaterdag is de enige vrije dag wat ze hebben. En dan kunnen ze op het terrasje pakken of noem maar op of winken en zo. En dan staat er alles dicht, de trammen rijden niet en noem maar op. Dan krijg je nog meer mensen tegen jou. Dus begin op maandag en dan heb je Occupy volhouden. Maar die strategieën allemaal, en, ja, ik heb de beste strategieën, ik heb 2 jaar niks anders gedaan. Sterker nog, die hoer van die Oraya van de revolutie, die ook doet alsof ze goed werk doet. Maar ja, ik weet heel veel over dan nou, maar die leerde ik kennen in Nunspeet, toen Max de Ruiter, die had, ja, die stootte per ongeluk een veteraan, die stootte per ongeluk in Eindhoven toen tegen een fiets aan, maar ongelukkigerwijs kwam die fiets onder water kanon, waardoor die band lek raakte. Maar ik leerde Max kennen, die veteraan in Den Haag, dat was ook van Willem Engel, die ik na deed de koopkaart ga scheren, ik zweer het. Maar goed, dat is een ander verhaal en dan was ik daar omdat het Lange Frans daar was. En dan leerde ik die kennen. En heeft hij me uitgenodigd in Nunspeet, de week daarna. En dan was er 40 man, Convex-Kalk was toen ook daar en zo. En die Raya ook. En ik ben naar demos toen pas gegaan om mensen van mijn plan te vertellen. Met een flashmob, de enige manier, gewoon iedereen daarna winkelen of terrasje, noem maar op. Net doen of je daar actief bent als consument. En dan om 11:30, voordat ze gaan lunchen, met z'n allen daar naartoe, Tweede Kamer, met een flashmob, noem maar op. En dan zie je 2 weken daarna, doen ze op een zaterdag notabene. Stom is, ik zei het net al, gaan ze met een flashmob, nou waren nog geen 100 man, gaan ze aan de hangen zo, weet je. En toen heb ik 7 september, kwam ze ook naar me toe, hij zo, ik zeg, ja, op wordt niet meer met me praten, hoezo, wat is dat? Probeerde ik het toch, wilde ik het toch eerst zeggen. Ik zeg, nee, je weet zelf wat je fout hebt gedaan, dat weet ze ook die hoe. Maar zo zijn ze dus, als je mensen vertelt van je plan, die gaan ze het ook nog kapot maken. Dus met dat Peter treffen ben ik ook nog gekeken wat ik moet doen, want zoals vandaag bij Hubertje.
hij heeft zijn kans gehad. Hij heeft geen afspraken willen maken terwijl hij het eigenlijk verplicht is. En tja, dom. En dat durft ik te zeggen. Vindt u dat niet onbelievelijk dat daar aan zijn deur komt? Uitgerekend een burgemeester en uitgerekend hij, de regio-burgemeester, die durft tegen mij te zeggen. Iemand die nooit liest en die groot eerlijk is, dat zeggen mijn eigen vrienden, durft hij te zeggen, vind je dat niet onbeleefd? Die man, uitgerekend die man. Maar ja, hij wilde afvallen, dus dat gaat bij deze gebeuren, want geloof me dat hij niet lekker aan zijn vuil zit, maar op zondagavond. Maar ik heb niet gedreigd, ik heb gewoon gevraagd van afspraak. Doet hij niet, hij heeft zijn kans gehad. Ik kwam er van de week toevallig achter dat hij 380.000 sowieso gestolen heeft. Maar daar heb ik nog niet eens over die geboortetrust, noem maar wat aan. Dus ik ben even denken of ik meteen naar de media moet gaan, want de Gelderlander heeft ook genut. Maar er zijn wat andere journalisten die kennelijk. Er zijn andere provincies, dus ik moet even mijn opties bekijken. Want het is sowieso, het is zondag, mijn vrije dag, mijn rustdag. O ja, ik heb, het is met mijn grote liefde, maar is het einde. Want zo als ik verliefd ben geworden, zo makkelijk stop ik het ook weer. Liefdesverzicht ken ik niet. Ik ben 20 jaar niet meer verliefd geweest. En als je dan een Skype gesprek tegen mij zegt. Kijk, en ik snap het eerst, de kinderarts die kinderen de jab heeft gegeven, de raad van bestuur, die zit erop, die hebben aandelen, noem maar op. Maar als je dan tegen mij zegt, naar alle kennis wat ik gestuurd heb, en dat er mensen tot moord worden aangeklaagd voor het geven van de jab. En je zegt dan tegen mij in een Skype gesprek van, ik heb een kutdag en zo, want ik heb maar een kind de jab moeten geven. Klaar. Finish. Andy. Helemaal klaar met je. Want excuses kunnen niet. Hij was sowieso maar voor 14 maanden, weet je. Ze kan alle kanten, ze kan naar mij, branden genoeg, plekken genoeg, ook kan overal terecht. Als je het dan toch doet, voor geld, klaar, finish. Zo makkelijk ben ik, ja, want ik heb zoveel meegemaakt. En ik moet zeggen, ik voelde iets wat ik heel lang niet meer had gevoeld. Het is klaar. Geen liefdesverdriet, ken ik niet, klaar. Was sowieso, ik stak er te veel tijd in en dat heb ik nou niet. Ik heb andere prioriteiten, dus een neuken, oké. Een nacht, twee nachten, oké. Maar dat schiet er ook al een paar jaar bij, een twee nachten. Maar dit is wat het is. Ik ga nou pleiten, ik moet nog eigenlijk naar twee vrienden. En dat zijn ook handige stukken, heb ik eigenlijk geen zin in. Maar ik wil ook niet de politie, terwijl ik niks heb gedaan, ik heb niet gedreigd, ik wil ook niet de politie de mogelijkheid geven om het twee dagen op het hoop te zetten, weet je. Normaal boeit me dat niet, maar niet nou. Ik heb met Marianne dinsdag nog een afspraak van eigenlijk gisteren, maar dit en ik heb nog wat dingen te doen even, twee dagen. Dus na dinsdag boeit me niet, want ook in de baas heb ik dingen te doen. Dus, at your service, landbouw.